de buurt van Moerdijk is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd op een filiaal van de Rabobank. De daders reden met hun auto in op de geldautomaat en gingen er met een onbekende buit vandoor. De politie meldt dat de schade aan de gevel van de bank enorm is. Bij twee explosies in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 27 doden en bijna 100 gewonden.